De Formule 1 ontwaakt uit haar winterslaap met de driedaagse test in Bahrein. Plaats van handeling het circuit van Sakhir, waar de omstandigheden beter zijn dan in Barcelona, waar in het verleden ook regelmatig getest is. Een week later is de opener van het seizoen met de Grand Prix van Bahrein op hetzelfde circuit. 3 dagen wordt er getest, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 7 plaatselijke tijd. Nederlandse tijd is dat van 8 uur 's ochtends tot 5 uur in de middag. De coureurs en teams kunnen zich opmaken voor goede omstandigheden. De temperatuur komt alle 3 dagen maximaal uit op zo'n 23 à 24 graden en de regenkans is de hele week nihil. De wind kan wel een rol gaan spelen, want op woensdag en donderdag staat er een noordenwind, windkracht 4. Op vrijdag is er minder wind en kan er naar hartelust getest worden. Zoals de coureurs graag zien bij een testweek is het zonnig en droog.